Hey, een hele goede dag allemaal. Net als altijd weer goed en tof dat je kijkt naar de... Ja. Nee. Ja, wat krijgen we nou? Ja, wat gaat hier nou gebeuren? Gaat hier gewerkt worden? Hallo? Had jij nou wat te zeggen? Nee, dan kom ik dichtbij, dan hou je mond. Hey, heel goed en tof dat je kijkt naar deze nieuwe video van boompjekappen.nl voor al uw takkenwerk. We staan hier op een hele mooie locatie. We zijn in Hekendorp. Klein dorpje. En we staan hier aan het water. Goedemorgen. We hebben hier een jaagpad. En er staan hier, zoals je ziet, wat Italiaanse populieren. En die moeten gehalveerd worden. Maar daar komen we vandaag niet voor. We komen, of in deze video. We komen hier voor de els die hiervoor staat. Dat is een beetje lastig te zien, denk ik. Maar er staat hier een els voor en we hebben de populieren. Alles moet gesnoeid worden, gehalveerd, weet ik het allemaal. De conditie van de bomen is voor vandaag totaal niet belangrijk, als het maar lager gaat. We gaan ook in die Italiaanse populier gewoon klimmen met klimsporen. Zeker in het hout wat echt weg moet. Maar we komen dus voor die els vandaag. We gaan hem snoeien. Ik denk van de bovenkant wel een meter of 3-4 eraf en alle zijtakken innemen. We kunnen de snippers achterlaten bij de klant. Dus we hebben de versnipperaar in de tuin gezet en we kunnen daar direct versnipperen. We hoeven dus verder niks af te voeren. Dus dat is de klus van vandaag. Misschien wel leuk om te zeggen. Ja, oké, we staan hier bij een idyllisch bruggetje. En op de hoek daar, dat is wel een leuk verhaal, hè? Op de hoek daar hebben wij ooit een berk gekapt. Hallo, goedemorgen. Vrolijke beestenboel op deze ochtend. Daar hebben we ooit een berk gekapt en dat was in de tijd dat ik nog niet versnipperde. En dan liet ik het hout ophalen en zei ik, je mag het hout hebben als je ook de takken meeneemt. En dan was ik van alles af, hoefde ik alleen te kappen. Was lekker makkelijk, maar dat was best wel lastig, want mensen moesten altijd 2 keer rijden of 3 keer rijden met die takken wegbrengen. Kostte heel veel tijd en ook voor mij. En je weet natuurlijk eigenlijk nooit, ja, haalt iemand wel echt alles op en zo. Dus dat is wel even, ja, dat was hier dus ook misgegaan. Iemand reageerde uit Gouda. Een vrouw uit Gouda, nou, is een klein stukje verder, die zei, joh, ik kom die boom wel ophalen, prima. Nou, dus die komt hier, klein karretje natuurlijk. En die zegt, ja, weet je, ik neem eerst de hout mee en dan kom ik straks voor de takken terug. Nou ja, je voelt hem al aankomen natuurlijk. Lang verhaal kort, die is nooit teruggekomen. Maar ik had wel een e-mailadres van die vrouw en dat was gewoon de voor- en achternaam. En toen had je een website, iets van omgekeerd zoeken of zoiets. En dan... ik had geloof ik ook een telefoonnummer. Dus dat telefoonnummer kun je invoeren en dan kreeg je gewoon een adres. En er was 1 hit in Gouda. Ik denk, nou weet je, want die klant die belt natuurlijk van, hey, die takken liggen hier nog, wat is dit? Ja, en uiteindelijk is het toch mijn verantwoordelijkheid. Dus ik heb toen die takken opgehaald. En ik ben samen met mij toen, het was Timo niet, het was iemand anders, zijn we naar Gouda gereden. Naar dat adres, even kijken of ze daar woonden. Wat denk je? In die achtertuin ligt helemaal bezaaid met berkenhout. Ik denk, hier moet ik wezen. En toen hebben we alles... Al die takken en nog meer, wat we nog op de kar hadden liggen toen, hebben we in die achtertuin gegooid daar. Goed, dat is hier in ieder geval gebeurd. Dat gaat vandaag niet gebeuren. Ik ga de klimspullen even laten zien waar we deze klus mee gaan doen. Zoals ik aangaf, de conditie van de boom is niet van belang vandaag. Dit is, ik denk niet dat jullie het heel goed kunnen zien. Het is allemaal een beetje grauw en zo, grauwe dag vandaag. Ik ging de klimspullen laten zien. We hebben hier een 201T, daar zaagt de takken mee af. We hebben klimsporen, dat is voor de andere klus. De fliplijn, de stalen kern, we hebben klimgordel. En we hebben daar de klimlijn liggen. Dit zijn de spullen waar we deze klus mee gaan doen. De klimsporen leggen we even apart voor het andere werk wat we hierna gaan doen. Dat zijn die hele hoge populieren daar zo. En ik hoop natuurlijk dat jullie daar ook bij zijn. Nog even, ik zal altijd die ladder weer goed vasthouden. De ladder heb ik op deze plek neergezet, omdat dit de enige plek was waar die goed en in het juiste hoek tegen de boom aan kon staan. Maar hier beneden heb je bijvoorbeeld een boomstronk, een wortel. Nou, dat is spekglad, daar ook. Dus zeker nu, als die hier half op die boomwortel staat, is echt belangrijk. Maar ook wel belangrijk dat je dit soort dingen ziet. Niet zomaar je ladder neerzetten en gaan klimmen. Want dat zou zomaar helemaal mis kunnen gaan. Ik trek de spullen aan en dan gaan jullie met mij mee naar boven. En dan zien we elkaar weer als ik ergens in de top zit. Zo, we zijn aanbeland in de top. Mooi uitzichtje over ja, het water hier. Ik denk de Hollandse IJssel. Bruggetje, Hekendorp, mooi uitzichtje. Zoals je hoort is de versnipperaar al aan het lopen. Je ziet hier wat, ik denk, spechtendaden.
We hebben hier de top. We kijken ook even naar die populieren direct. Dat is de plek waar die vorige keer gesnoeid is geweest. Dus dat gaat er ook weer deze keer ongeveer vanaf. En nu zie je ook dat als je bijvoorbeeld deze tak hier even op deze kant op gooit, dan zie je hem gauw in deze els. Ja, dan gooi je het dadelijk in het water. Dat moet je natuurlijk niet hebben als het er afrolt. Dus daarom gaan we eerst de els kandelaberen. Fors innemen dus. En daarvoor gaan we eerst even een mooi topankertje maken. Hoeft niet super hoog. Oh. Zo. Zo, en dan laten we het ook gewoon zo, denk ik, gewoon een beetje hangen. Iets lager zelfs nog. Zo. In dit geval kunnen we gewoon, als we die kant op zouden moeten klimmen, gaat de topanker gewoon die kant op. Dat is wel mooi zo, denk ik. Nu gaan we vanaf de bovenkant alles innemen. Ik heb al aardig wat takken verwijderd. Maar dit is een beetje waar ik uiteindelijk wil uitkomen. Dus deze tak ingenomen, dan deze hier, dan die daar. Maar bijvoorbeeld als ik hem hier afzaag, dan kunnen de jongens beneden niet zo gauw wat mee. Dus dan zaag ik deze hier af en die en deze en dan het hout. Want het hout blijft achter. Hoeven de jongens beneden niet te zagen of te knippen of weet ik wat. Ja, ja, ja. En kan iedereen gewoon lekker doorgaan. Eens even kijken, de zaag is al warm. Toch even wat hoger. Zeker voor hier in het begin is dat wat beter. Wat ik altijd mooi vind aan Elze, je zaagt het door en het is wit. En je komt een tijdje terug en is het helemaal oranje geworden. Dus deze is al aardig oranje aan het worden. Vind ik altijd wel mooi. Zo, 1, 2, 3, 4 punten van contact. Deze aan laten zitten, kan ik hem hier vastpakken. Hier misschien die keten wel staan en een bootje, die konden niet verplaatst worden, dus daar mogen echt geen takken op komen, want ja, zeker als je het met de kontje naar beneden speren, moet ik straks daar ook erg in houden, dan ja, zweeft dat zo door het dak heen.
Dit is de lijn die ik straks aanhoud om kort te maken. Yeah.
Zo, dat was dat. Even kijken of jullie er nog zijn. Ja hoor. Heel tof. Dan gaan we nu naar beneden en de lijn eruit halen en dan gaan we... Zijn we klaar? Hoe gaat het hier op aarde? Goed. Mooi. Zo, even vanaf deze kant bekeken. Het is goed gegaan uiteraard. Ja, uiteraard, dat is, ja, in ons geval is dat bijna zo. Bomen kandelabert, een stukje van de top eraf, aan de zijkant ingenomen. En nu zie je ook dat, omdat we deze els eerst hebben gedaan, de takken die daar hoog zijn, die kan ik gewoon deze kant laten vallen. En dat ze gewoon langs de takken vliegen. In ieder geval, ik hoop dat jullie dat een beetje kunnen zien. Hier daar zie je nog wat takken aan het rapen, die oude strijden. Kijk eens even. Bop, bop. Wat denk je? Omlopen? 10 meter daarheen, 10 meter daarheen. Nee, we hebben gewoon over het hekje. Hey. Niet hard werken, maar slim werken. Hey, ik ga de klimlijn uit de boom halen. Daar gaan jullie even meekijken. En daarmee sluiten we deze video af. Ik wil jullie natuurlijk hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Laat hieronder even weten wat je van deze video vond. Zijn jouw dingen misschien opgevallen? En dan ga ik me voorbereiden op deze klus. Voorbereiden vooral in mijn hoofd, denk ik, want ik denk dat dit echt een top video gaat worden, want er zitten een hele hoop toppen in. Ik hoop maar dat het allemaal goed gaat. Maar goed, we gaan nog even de klimlijn uit de boom halen. Nogmaals allemaal hartelijk bedankt voor het kijken en hoop jullie een volgende keer weer te zien. Tot ziens! Yeah.